Treinstation Zoeterwoude is toch nog niet helemaal van de kaart. Nee, dat viel me inderdaad ook mee. Er werd nog een klein lichtpuntje geboden. Dat geldt natuurlijk ook voor de ongelijkvloerse kruising bij de burgemeester Smeetsweg. We dachten, nou, die wordt uitgesteld, misschien wel afgesteld. Dat is nog niet keihard zo geformuleerd. Dus er zijn nog zekere openingen. Maar het hangt heel erg samen met het treintracé tussen Utrecht en Leiden. En de frequenties, meer frequentie betekent meer passagiers. En dan wordt de noodzaak om die burgemeester Smeetsweg, die over ongelijkvloerse kruising, daar ook te realiseren. Stefan Huisman, je hebt vandaag ingesproken in de raad. Wat heb je gezegd? Dat wij graag een beetje zekerheid willen, omdat we worden nou al zo lang, sinds 2014 zijn deze plannen over de HOV, over de overkluizing. En we willen nou wel eens duidelijkheid eigenlijk, zeg maar, want we horen in de wandelgangen dat het misschien toch weer helemaal niet doorgaat. En investeren in het tankstation en voor het personeel is dit gewoon een kwalijke zaak, dat er gewoon weinig duidelijkheid komt. Want het is hard nodig om iets te veranderen aan jullie tankstation. Nou ja, niet zozeer, zeg maar, je loopt tegen milieueisen aan en er moeten daardoor bepaalde investeringen worden gedaan. En je wilt toch ook verder en je wil ook gaan investeren in brandstoffen voor de toekomst, zoals waterstof. En in 2008 hebben wij dat ook gedaan in aardgas. En ja, wij willen graag verder. En stilstand is achteruitgang. En we zitten een beetje vast.